Goedemorgen. Hey, kok. Hey, ik ben helemaal in zomertenue, hè? Ik hoop dat de camera een beetje omhoog staat. Maar jong. Ja, goed. Ja, de melkflessen steken er nog uit, maar dat wordt goed. Hoe kom je aan die sokken? Ja, mijn kinderen, als mijn kleinkinderen koffie. Dat zien, hè, dan zeggen die altijd... Opa, je moet geen sokken doen in die sandalen. Nee. Ja. Als dat zijn Jezus... Goedemorgen, mevrouw. Jezus nice. Hey, even denken. Waar hadden we het over? Vaderdag, zondag. Vaderdag. Ja, ik ben echt benieuwd wat voor... Wat jij krijgt. Ja, ik denk een ferme handdruk. Ja? En misschien morgen vroeg iemand je nog een cadeau kon brengen. Goedemorgen, morgen vroeg is vaderdag, hè? Vaderdag, hey, bij jou. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Hebt in de wereld nog wel wat rondlopen, denk ik. Ja, daarom. Ik zet dan 's morgens al direct de telefoon uit. Ja, geweldig, man. Oh, wat hebben we nog meer? Ben je gisteren nog bij Lekker Venlo geweest? Of ben je vorige week bij Lekker Venlo geweest? Nee, ik wilde gisteravond gaan, maar ik had geen uitnodiging. Jij? Ja, 120 euro een kaartje. Oh, je moet je ook kopen. Ja, moet je kopen, ja. Maar goed, nu, vandaag en morgen is het gratis en kun je genieten van alle lekkers wat Lekker Venlo te bieden heeft. Ja, want ik heb alles afgebeld voor een kaartje van de TFAF. Kom je ook niet meer aan. Moet je ook gewoon 80 euro neerleggen. TFAF. Het is niet meer normaal. De Stones 400 euro. Waar moet dat heen, Kok? Ja, ja, ja. En dan gewoon een show van Kok en dit kun je voor niks kijken. Dan kun je voor niks kijken, ja. En altijd leuke onderwerpen, vriendelijk tegen de mensen. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Hey. Nieuwe trainer bij VVV. Ja, ja. Een jong ventje nog, hè? Ik weet het niet, ja, maar 40 weet je wat het is, Kok? Wat is er nou nog VVV en VVV? Ja, te weinig. Niks meer. Loukai was eigenlijk de enige die nog VVV was. Nou, je hoort er ook weinig over. Ja, het leeft ook niet meer. Nee, het leeft al 10, 20 jaar niet meer. Maar ze krijgen dat draagvlak niet. Ze moeten dat eager maken. Mensen, ik weet nog in mijn tijd, Frans Winkels, Dick Schenkel, Joep van het Hek. We stonden allemaal in rijen, deed niet. Ja. We stonden in rijen en om daar naartoe te mogen gaan. Maar nu dan denk ik, komt er een vent uit de Veluwe of waar is die van? En ja. Ja, maar de bestuur zit er te lang, Dick. Geloof me nou. Ja, is dat zo? Je moet nooit. Ik ben ook overal voorzitter. Maar jij bent jij gaat altijd weg na zoveel tijd. Hè? Ja, je moet gewoon na 6 jaar opstappen. 3 jaar. Want nu is het... Nog een optie voor 3 jaar wegwezen. Nu je het over hebt, hè? Ik zag op Facebook die overkapping van de Doolhof. Mooi, hè? Hij moet niet groter worden, hè? Hij is wel mooi. Ik denk, heel Tegelen staat eronder. Nou, het is inderdaad wel een... we hopen dat we echt aanmeldingen krijgen van artiesten. Die daar wat willen doen. Ja, nou, je kunt hier onder de overkapping, die is groter hier, of niet? Ja. Ja, het is echt zomers weertje. Kijken wat er allemaal voorbij komt. Meis. Goedemorgen, hallo. Ja, wat wou je zeggen? Ja? Ja, nee, maar het is, het wordt 30, 35 graden dik. Wat ga jij eraan doen? Want jij bent altijd in het zwart, hè? Maar dat doen ze in Arabië ook. En lopen ze ook allemaal in het zwart, toch? Is die dat vrouwen, zo? Toch? Is dat zo? Is dat voor de hitte tegen te gaan? Ik weet niet, ik zit fijn op het terras daarboven. Ik heb mijn computertje staan. Ja, jij woont en wel ik kijk pop, zo over de stad, ja, of er wat er allemaal aan de hand is. Hé, we vergeten dingen. Ik hoorde dat festival aan de Lage Loswal gaat wat door. Waar we die het meeste geld van de gemeente krijgen, heb ik gehoord. Nou, weet je wat nou het probleem is? Hè? Nee. Dan hebben we een hele mooie openluchttheater, Dick. Ja. En ik zeg dat nu en dat, zo menen wij dat ook. En dan gaan we dingen organiseren aan de Lage Loswal, in de haven, in de weet ik waar overal. Ja. Dat zijn allemaal concurrenten eigenlijk weer van ons. Conculega's noemen we het dan maar. Ja. Maar dat daar de gemeente niet eigenlijk een beetje een rol in gaat spelen van jongens, we hebben een openluchttheater, maak daar gebruik van. De gemeente subsidieert dat waterkant. Ja, ja. Maar je moet wel erbij zeggen, kijk zo'n Lage Loswal, daar loop je naartoe. En als er niks is, ga je weer. Het is als locatie ook mooi, hè? En de Doolhof, daar moet je dan naartoe met de fiets. Ik ben daar wel vaker bij, hoe heet dat, de passiespelen geweest. Ja, dat is een hele onderneming, hè? Als Judas? Of gewoon als toeschouwer? Ik moest mee roepen, weet je, aan het kruis met hem. Kruis. Ja. Ik ga even kijken, want volgens mij... Nou, ben jij toevallig gisteren nog over de Wezelse weg gereden? Want er staat een flitspaal. Ja. Dat is de
op 2 na de beste flitspaal van Nederland. Serieus? Dat heb ik wel eens gehoord. Van Limburg. Oh, van Limburg. Oh, nou, we houden het bescheiden. We houden het bescheiden. Ja. Maar nee. Ik moet altijd wel goed opletten als ik daar rijd. Nou, rijd ik daar niet zo heel vaak. Nee. Want je moet er wel aan denken, want het is... Nou, ik rijd meestal bij de Van der Valk erop. Dat is voor mij makkelijker, hè. Dus, maar mensen, we hebben het er wel op zitten voor vandaag. Nou, alweer dus erop zitten. Wat gaat het toch snel, wat gaat het toch snel. De Duitsers staan hier in de rij voor weer naar Venlo hun geld te mogen afgeven. En naast mij zit onze creatieve, culturele stadsdichter Kok. En ik zal proberen op vele verzoek dat simultaan te... Dat heb je veel dingen, man. Nou, weet je waar, nou jij dat toch zegt. Ik heb, ja. Dat mensen op het terras zitten en dan mensen gaan beoordelen die voorbij lopen. Daar heb ik wel zo'n hekel aan, hè. Je kunt toch niet over andere mensen oordelen. Maar goed, daar gaat een beetje deze spreuk over. Ja. Wat zie ik om me heen gebeuren? Er worden mensen onheus bejegend en dat is not done. Ook ik meen mij er af en toe schuldig aan. En dat is wrong. Dus allebei Engels. Hè. Ja, ja. Not done en wrong. Rijm voor geen meter. Nu, ja. De soep wordt niet zo heet gegeten. Hoeft niet zo heet gegeten te worden. Het moet vooral leuk en gezellig blijven in onze stad. En niet uitgevochten worden met loze woorden. Nou. Fijn weekend. Het was een boodschap. Aan de Vedetje.